Mijn moeder laat mij gewoon alles doen wat zij niet vroeger mag. Zij zegt je moet. Ja, dat zijn niet vroeger mocht je. Ja, dat als je later kinderen hebt, dat ze ook hun de vrijheid geven. Ja, toen ik zo klein was als zij, toen moest ik van mijn ouders mijn mond houden als grote mensen spraken. En er moest heel stil zijn en een hoekje en niemand mocht werken dat ik er was. En dit kind is overal het prinsesje en overal dominant. En zegt wat ze wil. En wij doen wat ze wil. Ja, sowieso. Ik bedoel, nou, we hebben best wel veel toegang tot onderwijs en dat was vroeger sowieso anders natuurlijk. Dus daar zit heel veel verschil tussen hoe dat werd aangepakt, denk ik. Jawel, mijn ouders zijn veel strenger opgevoed en zo. Zo dan zegt mama soms van ja, dat zou ik echt niet tegen mijn moeder durven zeggen of zo. Ik denk dat als je begint met opvoeden, dat je het een beetje doet in de stijl zoals je zelf bent opgevoed, ja. Maar dat je gaandeweg, ook gezien je omgeving natuurlijk, toch wel automatisch wat makkelijker wordt dan dat het vroeger was. Het was vroeger natuurlijk strenger. Daarbij, er is natuurlijk ook steeds meer, er zijn steeds meer mogelijkheden gekomen. Jeugd heeft steeds meer allerlei alternatieven. En vroeger had je heel weinig alternatieven om dingen te doen. Waar. Wat dat betreft, als je met je tijd meegaat, wordt het automatisch wat losser. Ik denk als eerste de ouders, maar ze zitten natuurlijk ook veel te opvang, dagverblijf, daar ook en op school ook. Ja, dat is een lastige natuurlijk. Ik bedoel, opvoeden moet je aan de ouders oplaten en niet aan instanties. Ook al gaan ouders de laatste tijd wel wat meer vanuit dat er heel veel bij de school terechtkomt en noem maar op, dat die de verantwoordelijkheid krijgen over het kind. En ik denk dat dat wel terug naar de ouders gebracht zou moeten worden. De ouders moeten opvoeden. En tuurlijk, op school moeten ze niet opeens zeggen van oh, je mag alles, je mag op tafels gaan staan. En tuurlijk, die moeten in dezelfde lijn doorgaan. Maar het is ook bizar dat ouders verwachten dat ze leraren dan gaan opvoeden. Op school leren ze. En ouders die hebben de hoofdtaak om op te voeden. En natuurlijk, op het kinderdagverblijf en op scholen moeten ze ook wel zorgen dat er orde is. En dat kinderen zich fatsoenlijk gedragen. Maar primair ligt bij de ouders die taak. Ja, wel een heel zacht tik, maar niet zo, ja, niet zo slaan, ja, weet je. Af en toe is dat wel nodig, hè? Ja, één tik, ja. Nee, dat vind ik niet meer van deze tijd. Maar ik weet ook niet hoe ik er over 5 jaar over denk, maar zoals ik nu in sta, dan vind ik dat absoluut niet meer van deze tijd. Plezier? Ja. Plezier, altijd fijner naar de jongens toe te gaan, want ze zijn nu allemaal uit huis. Ja, heel veel plezier en toch ook een voldoening dat je het op een gegeven moment toch goed krijgt. Familiegevoel. Als je ziet wat ze nu doen en hoe ze het doen, dat ze toch goed in de maatschappij staan. De zaakjes goed voor elkaar hebben en een plezierig leven. Denk ik, nou, dat vooral geeft veel voldoening. Dat is toch leuk. Ze moeten wel kind blijven, vind ik. Ik vind dat je, net als nou loop ik al heel de dag in de stad en dan denk ik, ja, hij mag wel eventjes gewoon lekker in de auto spelen en rondrennen. Want je moet je wel een beetje kunnen inleven. Laat ze genieten van hun jeugd en geef hun vrijheid en niet slaan. En niet alles kunnen verbieden, want anders doen ze het stiekem. Ja. Ik vind dat die balans vinden tussen dat ze moeten luisteren en ook tijd om voor zichzelf te spelen, dat denk ik. Bijvoorbeeld, ik heb op mijn kamer een schaakspel staan en daar komt zij niet aan. Nee, want dat is van opa, dat mag niet aankomen. Dus dat doet ze dan ook niet. Nou, wat de sport en mam veel hebben gedaan bij mij is vooral qua leren en studeren en opleiding dat het toch altijd wel een beetje gestimuleerd was. Goed je huiswerk maken en daarna pas andere dingen beginnen. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is dat je daarmee bezig bent. Nou, ik vind wel dat mijn ouders gewoon goed opvoeden, zeg maar. Soms dan mag ik iets niet doen, maar dan later denk ik wel van het is wel goed, anders was ik ziek geworden of zo. Dan ben ik dan op dat moment wel heel boos, maar daarna niet meer. Wat ik bijvoorbeeld 's avonds allemaal doe, dat ze mogen best een deel weten, maar ze hoeven echt niet alles te weten. Zij is consequent. Zij is ik ben het meest consequent. Ja. Maar ik werd er ook wel eens mee geconfronteerd als ik zei, nee, ik wil dat niet hebben, dat mag niet. En dan krijg je, waarom? Want dan speelden ze het spelletje terug van, geef nou eens één goede reden waarom ik dat niet zou mogen doen. En dan dacht ik wel eens van, wow, dat is moeilijk. Ja. En dan ga je zelf dus ook terugdenken. Denk, waarom zou die dat niet mogen? Ja, ik spreek ook bijna alles. Ik heb wel een vriendje of zo, dan ga ik eerst niet met mijn ouders bespreken, eerst met mijn vriendinnen.